De Centrale Bank van Suriname, CBVS, heeft vandaag een video gepubliceerd waarin zij ingaat op de echtheidskenmerken van de nieuwe 200 en 500 SRD bankbiljetten. De bank, die onder meer tot taak heeft het in omloop brengen van bankbiljetten van de Surinaamse dollar, heeft tevens de verantwoordelijkheid dat deze circulatie efficiënt is en bijdraagt aan een vlot betalingsverkeer en daar waar contante betalingen noodzakelijk zijn. Daarnaast is er sprake van minder transportvolume, besparing van kluisruimte, als ook tijd- en kostenbesparend. De lagere coupures zullen niet uit roulatie worden gehaald.